Rukina Zabrowskaja. En zij zal vanavond ook gaan stijgen met een bijzondere special shape waar we vanavond natuurlijk nog veel meer over zullen gaan vertellen. Niet alleen Rukina Zabrowskaja, maar we hebben natuurlijk ook Belgische bloempaarders. Wat te denken bijvoorbeeld van Conalda, die al sinds jaren en dag onze gast is. Ook hij zal hier vanavond ook gaan stijgen vanaf dit middentrein. En dat betekent dat we een spektakel hebben tijdens dit driedaags gebeuren. Het driedaags gebeuren, wat dan ook zo mooi heet, het Terstegen Ballonfestival voor de 26e maal in successie al weer georganiseerd. Met je eigen luchtbom, dat is wel een schitterend van een eigen luchtbom te zien in de verte. En dat zou het allemaal mooi zijn dat we mogelijk, ik zeg het mogelijk misschien, aanstaande zaterdagavond ook nog een verrassing niet hebben. Daar zullen we, kunnen we nu op dit moment nog niets over zeggen, maar we zullen daar wel via de social media, onder andere via Facebook, zullen we jullie daar over op de hoogte gaan houden. En natuurlijk weten jullie dan ook dat er mogelijk op zaterdagavond ook iets bijzonders gaat gebeuren. Nummer 23, de luchtbom van de heel Nederland. Heel veel opzicht. Graag melden zodat jullie straks ook als passagier mee kunnen ervaren met de hele luchtbom. Dan is het nu al een kleurrijk spektakel. En dan weten we dat de temperatuur ons zo wachtend is gevallen voor vandaag. En natuurlijk, de eerste omstandigheden, dames en heren, jongens en meisjes, zo belangrijk bij een evenement waar luchtbommen op gaan stijgen. De eerste omstandigheden die we vandaag natuurlijk mooi hebben. En die had al grote verwachtingen. Die had al gisteren verwacht. Code Geel werd dus heel zaak gegeven. Nou, Code Geel zullen we vandaag hier op de middenkrijg misschien wel zien. Maar dat zal wel zijn in de kleur van de hete luchtbollen. Verschillende hete luchtbollen, verschillende mooie kleuren. En dat betekent dat we vanavond met z'n allen kunnen gaan genieten van het schouwspel. We zien daar in de verte inmiddels al een mooie gekleurde luchtbollen. En als we het hebben over een mooie gekleurde luchtbollen, nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over de ballon van Winterkron. Die is zo mooi groen met wit, we hebben wat al gezegd is van Kroeska. We hebben een ballon in de vorm van piraat. Die niet piraat, daar praten we niet over, maar we praten wel over een piraat die hier vanavond over de lucht in gaat. En we hebben het ooitje van de ballon van Winterkroon. Vanavond opstijgen door niemand minder dan Wim van der Kolk. We merken het, het is mooi en we horen inmiddels ook de ventilatoren volop aan het werk. En niet alleen de ventilatoren, want de manden die hebben de piloten keurig op de grond neergelegd. De ventilatoren die dan vervolgens het werk gaan doen, zodat de koude lucht die heeft van de hand de luchtballonnen ten hemel gaan stijgen. Dan zullen de passagiers plaatsgenomen hebben in mandjes. En dan weten de passagiers dat ze vanavond hun eerste luchtbal, en is het dan een tweede luchtbal, gaan maken vanaf deze geweldige trein. Wat ze hier nu nog even het feit dat er nog steeds kijkjes, loodjes zijn te krijgen. Zijn aantal dames die hier oplopen. Dames kopen loodjes voor 2,50 euro per stuk. En dat gaat allemaal doorbrengst van die loodjes naar het goede doel. En het goede doel is niks minder dan teddyberen verzamelen aan schappen. Maar vooral naar uiteraard de donder dan ons het ziekenhuis hier in Houden naar de kinderafdeling. Daar gaan al die beertjes naartoe. En dan maakt u zelfs nog kans om zaterdagavond mee te varen met een hete luchtballon. En wat is er dan mooi dat we vervolgens ook daadwerkelijk in zo'n hete luchtballon in te stappen. We kijken rond en we merken dat het terrein zo mooi ingericht is. Fase 3 van het vechtpark die ingericht is door onder andere het waterschap, die onder andere door de provincie en door deze fantastische gemeente is ingericht. Maar dan zien we tegelijkertijd dat al die aflastings, hekwerken, al die gaassen aflastering, en dat die toch wel wat boekdelen streven voor de, in ieder geval de kroonheden die de ballon in de gevangenis te houden. Maar desalniettemin hebben wij het duur als van toeschouwers hier vanaf dit terrein een geweldig mooi uitzicht op al die hete luchtbollen. Hier betekent